Hoi, ik ben Floris en deze week bespreek ik de hemelbovenprijs van Brechtje Hofstede. En raad nooit wie zich deze week voor mijn YouTube kanaal abonneerde. Goed, de hemel boven Parijs. We volgen Olivier of Olivier. En hij is professor kunstgeschiedenis in Parijs. En hij ontmoette jonge Nederlandse uitwisselingsstudenten Vie. Kort voor Sophie. Olivier keek naar haar en het beeld op zijn netvlies schokte als bij een diaprojector die wordt aangestoten Er schoof een oude dia over de huidige, zodat hij even niet wist waar hij naar keek. Naar nu of naar lang geleden. Ze leek. Op haar. Dit is op de derde bladzijde en daarmee weten we eigenlijk alles wat we moeten weten. We hebben Olivier, we hebben Fie, en we hebben ja, Olivier's jeugdvriendin aan wie Fie hem herinnert. En als lezer krijgen we, zoals je al kan raden, de dans tussen Olivier en die uitwisselingsstudent Fie. Maar het pakt heel wat minder cliché uit dan je misschien in eerste instantie denkt. En tegelijkertijd graven we in het verleden van Olivier via die herinneringen die Fie oproept. Oh ja, en Olivier heeft ook nog een vriendin. En ondertussen verkennen we aan de hand van Olivier Parijs. Hij neemt vie mee naar allerlei musea en ook naar het huis van Proest. Proest, de beroemde schrijver. En zo leren we dat Proest zijn muren behangde met kurk, zodat hij in stilte kon werken. Ja, super chill. En ik vind dit soort kleine trips hartstikke leuk. En zo leren we in het boek dus ook Parijs in ieder geval een beetje kennen, of de kunstzinnige kant van Parijs. En zo bespiegelt het boek ook over de kunst en de zoektocht naar perfectie. Via drie essays van Fieshand, of Olivier er alvast even naar kan kijken, verkent het boek de gedachte? In welke mate, zodra een kunstwerk gaat van idee naar praktijk het niet altijd mislukt. En of de echte kunstenaar bij wie alles in het hoofd zit, het niet daarbij laat. Of die niet gewoon niet produceert. Omdat het toch altijd een beetje mislukt. En met dit soort ideeën en vragen speelt dit boek. Het is ook een klein beetje een beschouwing over de kunst. Best wel aardig. En ondertussen gaat die hele dans tussen Olivier en Vie verder. Zo blijkt Vie zwanger te zijn. En niet van Olivier trouwens. Alhoewel driekwart van Parijs lijkt te denken dat hij haar wel bezwangerd heeft, inclusief zijn vriendin. En zo bouwt het boek op naar een climax, naar het einde. Wat ik echt helemaal. Kut vond. Hij zoog zich vast aan haar gezicht en zijn pik stootte als een babyvoetje in haar buik. Godverdomme. En zo'n einde, dat is toch jammer, want ik las het boek. Ja, tussen 220 bladzijden ze in één dag uit. En zo'n einde bepaalt eigenlijk meteen hoe je heel dat boek gelezen hebt. Door die ervaring worden de herinneringen van wat je daarvoor gelezen hebt meteen wat minder mooi. En trouwens, dat gebeurtenissen, je herinneringen aanpassen, dat is een van de thema's waar het boek voortdurend mee speelt. En dat zagen we ook vorige week toen ik Drift besprak, ook van Brechtje Hofstede. Hier ergens is een linkje. En als ik tussen die twee boeken moet kiezen, De Hemel Boven Parijs of Drift, dan zou ik meteen voor Drift gaan. Want in De Hemel Boven Parijs blijft alles toch een beetje afstandelijk. Die Olivier, die Vie, ja, het boeide me niet echt. Drift is wat dat betreft twee stappen beter. En dat is ook mooi, want ze heeft het volgens mij vier jaar later geschreven. Dus dan is het ook wel mooi dat je van een prima boek gaat naar echt een uitstekend boek. Dus zoals altijd de vraag: moet je dit lezen? Nee, nee, nee. Dit is mijn advies. Lees Drift. Als je dit echt helemaal geweldig vindt en je kan niet genoeg krijgen van Brechtje of Steden. dan kan je dit ook lezen. Maar. Maar verder, het is gewoon prima, echt een goed debuut. Maar over zes maanden weet ik hier waarschijnlijk echt niks meer van. Het heeft geen blijvende indruk gemaakt. En volgende week, volgende week gaan we een hele andere kant op. Ik ben even helemaal klaar met al die recente romans en ik ga weer voor een klassieker. Volgende week bespreek ik aantekeningen uit het ondergrondse van Fyodor Dostoevsky. Dit is echt een gruwelijk boek. Ik heb er zin in. Abonneer je en hopelijk tot dan.